Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag voor mij zondag. Mijn ouders en mijn zus en Lucas komen vandaag terug thuis. Ik ben kei blij. Dan ben ik niet meer alleen. Woehoe. Celine komt ook thuis. Dus everyone's back again. Kijk er naar uit. Want het was toch maar eenzaam zo. Ja, ik was echt een hele week alleen. Iedereen was echt weg. En daarvoor waren mijn zus en Lucas wel nog hier. Maar ja, deze week was gewoon iedereen weg. Dus dat is kei kut. Ik ben blij dat iedereen terug is vanaf straks. Ik ga eten maken. Het is zondagmiddag. Het is 2:01. Ik ga Hello Fresh maken, denk ik. Want dat is er nog. En ik weet wel niet welke maaltijd ik ga maken. Maar ik ga ook sowieso nog één maaltijd voor mijn ouders laten voor strak of morgen. Ik weet niet hoe laat die thuis gaan zijn. En ik denk dat ik rijk gevulde boerenomelet ga maken. Dus ik ben benieuwd hoe dat zou zijn. Het ziet er lekker uit. En dat is dan een goede chill maaltijd voor op zondag. Want mijn andere maaltijd is... kippenworstjes met Italiaanse panzanella salade. Daar heb ik geen goesting in. Dat hou ik wel voor mijn ouders, als die daar zin in hebben. En deze avond ga ik eten met Laurens hier vlakbij. En daar kijk ik ook wel naar uit. Ik had Laurens gisteren in de gym nog eens gezien. En ik heb Laurens echt lang niet meer gezien. Voor degenen die mijn vlog al lang volgen. Laurens is een goede vriend van Sam. Mijn ex-vriend Sam. En door Sam heb ik Laurens ook goed leren kennen. Dat is echt mijn broertje geworden. Dat is echt... ja, ik heb die echt heel graag. Dat is echt een hele goeie. En toen dat ik nog bij Sam woonde, kwam Laurens elke zondag altijd eten bij ons. Meestal aten we dan frietjes. En dan keken we een film of een serie. Of dan speelden we spelletjes of zo. Dus dat is wel fijn. Maar ja, nu zie ik die niet meer zo heel veel. Ook omdat we het allebei wel druk hebben en zo. Maar dus deze avond zie ik hem weer. Laten we starten met de boerenomelet. Ik heb trouwens lactosevrije kaas genomen. En deze paprika had ik al een stuk van afgedaan. Omdat ik zag dat hier gouda in zit. En aangezien ik lactose intolerant ben, ga ik dat niet gebruiken. Looking good. Oh. Oké, mijn omelet is echt mislukt. Maar het is eetbaar in mijn slaatje. En ik heb ook nog ciabatta's. En ik heb wat veel te veel gemaakt. Dus ik heb ook nog in een doosje gedaan. Ondertussen heb ik het huis verlaten, zoals jullie kunnen zien. En ga ik iets drinken met Alessandra. Het is nu 4:00. Om 6:00 heb ik met Laurens afgesproken. Maar nu eerst iets drinken aan het nieuwe Sint-Lutgardplein of zo, denk ik, in Beringen. Ik weet niet hoe dat noemt, maar waar vroeger zo de school Sint-Lutgard was voor de mensen van Beringen. You guys, jullie weten wel wat ik bedoel. Dus daar ga ik iets drinken bij Hen. Oh, ik ben terug thuis. Ik ben stikkapot. Zoals je waarschijnlijk al kunt zien. En de donkere kringen onder mijn ogen. Mooi. Nee, dat is mooi. La 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 la. Oké. Ik ben aan het wachten op mijn ouders. Want ik wil nog niet gaan slapen voordat die thuis zijn. Maar ik weet niet hoe lang ze nog moeten rijden. Maar ik wil die gewoon nog graag zien aan mijn zus.
voordat die hier zijn. Voordat ik ga slapen. Ja. Dus, wat ga ik doen? Ik ga monteren. En dat is het. Trouwens, ik was er uiteindelijk gaan eten met Alessandra en Laurens. Want Alessandra moest ook nog eten. En die had niks te doen. Dus die zei, ik ga mee lekker mosselen eten. En ze waren goed. Ik vond het echt goed, wel niet heel veel. Ik had zo nog goesting, snap je? Maar ze waren wel echt lekker. En dat is ook wel heel gezellig om te zitten zo in het kanaal. In Beringen. Dus dat is wel tof. Maar oké, ik ga monteren. Thee drinken. En tv kijken. Ik ben trouwens obsessed. Echt obsessed. Met, kijk trouwens opzetten. Met Stranger Things. Ik had er nog nooit gekeken. Ik ben vrijdag begonnen met seizoen 1. En ik zit nu aan seizoen 3. Oei, wat heb ik nu gedaan? Oeps. Seizoen 3, aflevering 4, denk ik. Dus ja. Alessandra en ik waren tijdens het eten aan het babbelen over vroeger, over ballet. Dus wou ik heel graag mijn balletboek nog eens bovenhalen. Ik heb 17 jaar lang ballet gedaan bij José Nicola in Beringen. Best een strenge balletschool, maar een heel goede balletschool. Waar ik echt heel veel heb geleerd. En ik ben eigenlijk gestopt omdat ik op internaat ging. Oh my god, kijk hoe cute. So cute. Hier zie ik er toch echt schattig uit, hè? Toen was ik nog schattig. Nu? Nee, niet meer. Maar dus ik ging op internaat en dan ben ik gestopt met ballet. Want dan had ik geen tijd meer. Aangezien ik denk 3 keer in de week moest... vijf keer in de week op het einde moest trainen in de week. Dus hier met Katrijn. Dat is trouwens mijn buurmeisje. Allee, was mijn buurmeisje. Ik woon terug bij mijn ouders, maar ik weet niet of zij nog bij haar ouders woont of zo. Ja, mooie tijden. Mooi, mooi. Hier had ik mijn tenen gebroken. Dat weet ik nog. En toch moest ik meedansen. Dat jaar. En ik weet, ik had net die dag zelf mijn tenen gebroken. En ik moest 3 optredens doen. Nee, 2 optredens per dag. 3 dagen lang. Dus ja. Hardcore, hè. Badass. En hier mochten we toen Sinterklaas optreden doen. In de casino in Beringen is altijd super groot Sinterklaas show. Toen mochten we meedansen. Waar ben ik trouwens? Ah, hier denk ik. Op de schoot bij de Sint. Ik weet niet of jullie me zien. Ik schijn met mijn gsm. Daar zo. En hier ben ik samen met Anaïs. Kijk hoe schattig. Oh. Cute, hè? So cute together. Ja, mijn haar is hier zo blond. Amai, niet normaal. Anaïs is echt super schattig. Was zo'n cute kindje. Hier waren de prins. Danste door de prins van de Nijl. Ik ben deze persoon. Ik was altijd wel bij de 2 grootste. Samen met Elise. Het meisje naast mij. En hier sta ik ook met mijn hand omhoog. Naast de troon. Nu heb ik zo ineens zin om zo al mijn oude fotoboeken te gaan kijken. Kent je dat? Maar het is bijna 12 uur 's nachts. Mijn ouders hebben trouwens gestuurd dat die pas om 1 uur denk ik deze nacht thuis komen. Dus daar ga ik niet op wachten. Dus ik wil eigenlijk gaan slapen. Maar nu wil ik ook nog mijn geboorteboeken kijken. Ah, ik ben om 8:59 geboren. 2 maart 1991 om 8:59. Ik dacht altijd 9:02. Fout. Hier ben ik ze. Haar had ik genoeg, precies. En
Geboren zaterdag 2 maart 1991. Ik was 3 kilo 540 en 52 centimeter. Als dat veel is of zo, geen idee. Wat is dat film? Ah ja, mijn naam komt. Oh my god. Oh my god, er is een keigrote. Oh, er vloog een keigrote libel of zo achtig binnen. Oh my god, ik ga het raam toe doen. Mijn raam stond nog wagenwijd open. Oh, ik ga het even toe doen, amai. Ik ben even in paniek. Maar dus, wat ik wou zeggen. Mijn naam, Thalisa, is van Thalisa Soto. Dat is een actrice. Actrice bedoel ik. En dat komt van de film Mortal Kombat 2. Ik dacht altijd van Dracula. Maar oké, bij deze. Oh, zo cute. Mijn eerste foto. Oh my, mijn kop. Ja, mooi. En mijn eerste foto met mama en papa. Allee jong, echt zo. Die stijl van mama en papa. Ja, echt jaren 90, hè. En met mijn tante Karen. Oh, hoe klein is tante Karen. Tante Karen is nu 10 jaar ouder als mij, dus 38. En zij is de mama van Bente, mijn metekindje. En ook van Torbe, maar mijn metekindje is Bente. Met mijn mama. Mijn mama is er niet meer. Maar, kei mooi. En hier ben ik met mijn oma. Oh. Dat is trouwens geen scheetje, maar dat is een matras. En hier met mijn opa. Mijn opa is ook gestorven. Die is al zo'n tijd, echt al meer dan 10 jaar sowieso, maar ik denk zelfs 19 jaar of zo. Ik durf het niet juist te zeggen, maar zoiets. En kijk eens aan wie we hier onder in de foto hebben. Jawel, het is Kiki! Kiki is still with me, hè? Hè, Kiki? Na al die jaren. Maar hier was hij nog een pak dikker, hè? Hier zag je hem er wat beter uit. Nu is hem wat van zijn volume verloren. Och, garm. Een beetje wat van zijn pluim verloren, hè. But still looking cute, hè, Kiki. Genoeg babyfoto's gezien. Ik vind dat wel zo leuk om zo terug te kijken. Hebben jullie eigenlijk nog babyboeken of fotoboeken of zo? Want tegenwoordig doen we dat eigenlijk niet meer, hè. Ik denk als ik later een kind zou hebben, stel, dat ik dat niet meer zou doen. Want je hebt al je foto's toch op de iPhone. Allee, of op computer of zo. Maar, of zo'n digitaal fotoboek maken, ik weet het eigenlijk niet. Ik vraag me dat eigenlijk af. Want mijn ouders, die hielden echt alles bij. En ik heb echt, denk, 30 fotoboeken of zo van mijn leven tot ik 18 of zo was. Daarna is al zo wat digitaal geworden. Maar ik weet wel van mijn vakanties, van onze vakanties met mijn ouders, dat maakt mijn mama nog altijd. Na de vakantie maakt hij ze op het kruidfotoboek. Maar laat me even weten, ik ben wel benieuwd als jullie nog fotoboeken hebben, ja of nee. Want ik weet ook wel dat er wat jongere kijkers bij zijn. Dus let me know. Ik ben echt benieuwd. Oké, genoeg voor vandaag. Kiki en ik gaan slapen, want morgen is het weer vroegdag. Morgen is ook Celine terug. En gaan we weer werken. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Vergeet zeker niet om te abonneren. En ik zie jullie snel weer.